We gaan verder. Ja, we gaan zeker verder. En we gaan verder met Ralf. Hij mag dansen op de wereldwijde superhit Baby van Justin Bieber. En heeft daarmee al zijn eerste ticket tot succes. Weet hij met dit nummer vanavond ook de eerste plaats binnen te halen? Samen met zijn partner Ellie is hier Ralf Makkenbach. Wat erin. Komt dat eruit, Ralf, gewoon omdat je ook gewoon zoveel danst en het zo makkelijk ging, maar dat zag er zo makkelijk uit. Het heeft wel heel veel oefenen gekost, maar het ging goed. En ja, die jongens in jouw klas zijn hartstikke jaloers op je. Staat in één keer als een bonk van een vrouw natuurlijk. Met alles erop en eraan. Ellie heeft me heel erg geholpen. Dus en je hebt er heel goed doorheen gezet, maar ik heb er vreselijk van genoten. We gaan even kijken naar een slow-motje. Let op hoeveel power erin zat. Kijk, dit vond ik ook wel heel spannend. Wauw. Vet. Komt er nog eentje, let op hoor. Maar jullie houden ze van vaart erin, joh. Machtig, huppata. En dan moet het maar gelijk gaan, hè? Want dit is echt ijsdansen natuurlijk. We gaan naar de punten voor Ralf. Jane. Een dikke 9. Een dikke 9, zo. We zijn net begonnen. Goedemiddag. Hein. Fantastisch, een 9. Een 9! Sita? Ja, wow, ik ben fan. Een 9! Een 9! En Mark? Ja, ik vind het moeilijk, omdat we hebben de repetitie vanmiddag gezien. En ik vind het verschilniveau tussen Ralf en die anderen zo hoog. Maar nog steeds, we blijven bij de eerste shot. Dus ik blijf met een hele, hele dikke 9. Oh, een 9. Nou, dat belooft nu al wat voor Ralf en Ellie. Een 9 gemiddeld. Nou Ralf, je staat meteen op de eerste plek. Dat legt voor jou de lat wel meteen ontzettend hoog. Want dit moet je nog een paar shows vol zien te houden, mits je er niet vanavond uitvliegt.